Nou, hallo. Nou, vandaag is, ja, hoe zeg je dat? Waarom? Ja, niet echt jammer natuurlijk, maar ja, vandaag ga ik het over het laatste Harry Potter boek hebben. In ieder geval, de Harry Potter serie is na vandaag officieel ten einde. Of dat was het al, maar ik heb het natuurlijk over mijn review reeks. Ja. Goed, ja, we gaan het ook weer over. Nou, hij gaat natuurlijk op zoek naar de relieken van de dood. Dat zijn natuurlijk de tiara en het dagboek, dat heeft hij al verwoest. En hij had natuurlijk nu dus lang, maar die komt later weer terug. En je hebt weet je, nog die beker en die ring. En nou goed, dus die heeft natuurlijk allemaal te verwoesten. En goed, Harry was natuurlijk zelf ook nog een van de relieken. En Harry die gaat natuurlijk zeg maar ja, dood. En ik kom er wel weer terug. En dan ja. Maar in ieder geval. Wacht even, wacht even, wacht even. Oké, okay, dus Harry die vervolgens dus alle relieken, heb je net opgenoemd. Nou, dan komen ze terug op Zwijnstein. En dan vindt dus de veldslag om een Zwijnstein plaats. Nou. Die lijken ze natuurlijk eerst te verliezen. Dat trekken ze volgens terug. Dan Voldemort die zegt: "Viel, als jullie nou overgeven, dan spaak ik jullie allemaal." Maar dat doen ze volgens niet. Dus dan worden ze weer vechten. En dan komen de centauren en allemaal andere wezens uit het bos. Die komen ze helpen. En ja, uiteindelijk komt het nu tot gevecht op het centrale plein. Nou ja, Harry die weet volgens Voldemort te verslaan. Doordat, ik weet niet zeker wat ook in het boek gebeurt. Ja, het is al tijdje geleden dat ik het gelezen heb eigenlijk. Maar in ieder geval. Marshall, die weet dus, zeg maar, met zwaard van Gryffindor, dus de hoofd van Nagini af te hakken. En daardoor wordt hij dus verwoest. Ja, dat is wel grappig. Want ja, natuurlijk de profetie natuurlijk. Die kon over zowel Harry als over Marshall gaan. Omdat ze dus, zeg maar, op dezelfde dag geboren waren. Dus nou ja, goed. Maar ja, ondertussen gebeurde is natuurlijk ook een verrassende beurt, want ja, Harry is natuurlijk weer terug. Harry, die was je dan eigenlijk gaan overgeven volgens mij. En ja, dat is wel een film gebeurd, hè? Maar dat is niet. Ik weet niet zeker of dat ook in het boek ook gebeurt. Maar in ieder geval, hoe zeg je dat? In het boek komt hij gewoon terug, hè? Want dan komt natuurlijk de Albus Perkmans ook nog tegen op King's Cross. En dan komt natuurlijk ook nog zo'n wormachtige weesteker of Voldemort dan weer moet voorstellen. Dus ja, in ieder geval. Aan het eind komt natuurlijk alles goed. Maar je hebt natuurlijk zeg maar die relieken van de dood. Dat zijn natuurlijk. Weet je het? Je hebt natuurlijk de tiara. Je hebt het dagboek. Je hebt. Die ring. Je hebt nog een medaillon. Wacht even. Dus. Je hebt het dagboek. Medaillon. Ring. Tiara. Nagini is er een. En als je nog. Zeker. Nou, je had in ieder geval 0-3. Je had in ieder geval de 7, hè? Maar de laatste 3 ben ik even kwijt. Die zou je nog. Ja. Weet je, dat. Ja. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, je had er dus oorspronkelijk 7, hè? Weet je, als in. Weet je, als in 7 boeken ook. Dat is wel grappig. Weet je, de 7 dat komt dus echt best wel vaak terug, hè? Want weet je, het zwerpbroek bestaat uit 7. 7 mensen. Nou, Harry, die was de zoeker, zijn 7e speler. Hij was bijvoorbeeld verliefd op Ginny. Dat is de 7e meisje in het eerste meisje in 7 generaties. En ze staat dus ook de 7e Wemelkind. Maar wat wel grappig, kijk, Weasley, dat is natuurlijk Engels, hè? Voor Wemel. Maar Weasley bestaat bijvoorbeeld uit 7 letters. Ja, het is inderdaad 7 kinderen, 7 Wemelkinderen. Nou ja, heb je Ginny.
Dus dan de eerste meisje in 7 generaties. Nog niet met 7. Nou, in ieder geval 7 komt er de hele tijd terug. Maar als je 7 relieken van de dood en 7 boeken, 7 schooljaren en dat soort dingen. Maar in ieder geval het grappige is dat ja, het zijn natuurlijk 7 boeken en 8 films. En Voldemort waren in eerste instantie 7 relieken maken. Hè? En uiteindelijk werd het er 8. Dat Harry ook een reliquie van de dood werd. Ja. Dat is nog even mind blowing. Dus nou ja, goed. Ja. Dat was dus zeg maar de Harry Potter serie. Nou ja, goed. Uiteindelijk Harry die touw met Ginny. En Ron die touw met Hermeline. En ze krijgen allemaal kinderen. En weet je, ja goed, weet je. Dat komt allemaal weer terug in Harry Potter en Vloed en het vervloekte kind. Ja. Nou ja, goed. Maar ja, uiteindelijk wat grappig is. Afgelopen week. Dat was 26 juni was het, hè. Dat was afgelopen maandag. Het was serieus precies 20 jaar geleden. Ja, want 26 juni 1997 kwam het eerste Harry Potter boek uit. Dat is 20 jaar geleden. Nou, volgend jaar, dan is het 21 jaar geleden, is het weer 3 keer 7. Nou ja, dit is maar een kleine, klinkt misschien stom, maar ja goed. Maar in ieder geval, het duurt nog wel even voordat het 7e Harry Potter boek 20 jaar is. Dus ja, voorlopig kunnen we nog even verder, denk ik. Maar in ieder geval jongens, ja. Dat was het einde van de Harry Potter serie. En volgend jaar, volgende week, van volgende week ga ik gewoon een beetje random boeken doen die ik ooit een keer gelezen heb. Ja, ik zie er van 4 zie ik al een paar liggen. Ja, ik denk onder andere boeken gaan doen zoals The Hobbit en De Orde. Maar ik denk dat dit, nou ja. Ik weet niet zeker of het er ooit gaat komen. Maar ja, ik ben wel van plan zijn in de toekomst wel gewoon dit soort series te gaan doen. Ik hoop dat het lukt. Ik beloof niks. Maar ik ga mijn best over doen. Want ja, alle boeken die ik heb liggen, die heb ik nog niet allemaal uitgelezen. Dus misschien dat ik nog een keer een review ga doen over tijdschriften of zo. Of ja, dat zijn natuurlijk niet aan boeken of zo. Maar ja, ga ik het gewoon over het, niet echt over per tijdschrift doen. Maar gewoon over het tijdschrift in het algemeen. Dus ja. Dan moet ik maar eens even gaan kijken hoe ik dat aan wil pakken. Ja. Nou ja, goed. Ik ga hem maar eens even afsluiten. Ja, dus nou ja, goed. Dit was dan Harry Potter. Ja, jongens. Ik kan ook nog eens even niks anders aan doen. Dus ja, goed. Dan check jullie later.